Hey, jongens en meisjes van groep 5. Leuk dat jullie er weer zijn. We gaan vandaag werken met een les die we een tijdje geleden hebben overgeslagen. Namelijk de les van blok 6, week 1, les 1. En je hebt pen en papier nodig. Dat heb je vast al klaar liggen. Want we gaan vandaag tussendoor ook nog wat oefeningetjes doen met dingen opschrijven. En jullie gaan vandaag leren wat een voltooide tijd is. Nou weten we al wel wat van de verleden tijd en de tegenwoordige tijd. En we hebben gewerkt met de verleden tijd van klankveranderende werkwoorden. Maar vandaag ga je dus een nieuwe tijd leren. Nou, we gaan beginnen. Nou, hebben jullie al pen en papier klaargelegd? Want dat heb je echt wel wat vaker nodig deze keer. Dus heb je dat nog niet, zet mij dan weer even op pauze. Goed, we gaan eerst eventjes wat herhalen. En we kijken dan eventjes naar de I-rep. Doe maar mee. Dan zet ik hem aan. Onze geit staat in de wei, met haar poten in de klei. En eist een tel met worteltjes en lekker verse prei. Uit de eik valt soms in mei, uit een heel klein neste ei. Het valt stel naar beneden, op een zachte rode sprei. Onze reis gaat met de trein, het station is aan het plein. Maar de tijd moet even wachten op het groene sein. Maar als de knecht de keuken wel heel graag een stukje zelt. Weet je wat hij ook nog zei? Er loopt een engert op de hei. En die dreigt zo waar te gooien met een grote kei. Zo, wat nu de opdracht is voor jullie thuis, is dat je zonder op dit scherm te kijken en zonder in je klappertje te kijken, nu in ieder geval 5 woorden van de eiplaat opschrijft. Ja? Dus, zet mij even op pauze en dan schrijf je nu 5, en het mogen er natuurlijk meer zijn, 10 mag ook, maar probeer in ieder geval 5 woorden op te schrijven met de korte ei. Nou, even weer op weg. Ja? Oké, je hebt mij op pauze gezet. Nu sta ik weer aan. Ik hoop dat je er meer dan 5 hebt op kunnen schrijven. Dus we gaan even kijken. Ik kan natuurlijk niet alles nu gaan nabespreken met jullie. Hier zie je in ieder geval, ik doe dit eventjes zo, want anders dan staat het zo onhandig. Beitel staat natuurlijk op de eiplaat, maar omdat het een gereedschap is wat we niet zo goed kennen, heb ik hem er toen bij geschreven. Maar de andere woorden, scheiden, geintje, kapitein, oh, die staat er wel op. Maar dat is ook weer een lastig woord vanwege die K van de klankgroepenwoorden van de A-lijst. Scheikunde, een vak wat je op de middelbare school krijgt. En leiding. Nou, is leiding wel een beetje een bijzondere, want leiding staat eigenlijk niet op de eiplaat, maar kun je wel makkelijk in de eiplaat terugvinden door een ander woord wat erop lijkt. Weet jij dan welke ik bedoel? De leider. De keizer is de leider van het land. En die heeft dus ook de leiding. Dus die woorden lijken op elkaar. Dus krijgen ze de korte ei. En het woord seizoen. Als het lente is of zomer, dan noem je dat de seizoenen. En die schrijf je dus ook met de korte ei. Nou, heb je dat begrepen? Mooi. Dan mag je er nu 100 gaan opschrijven. Dat is natuurlijk een geintje. Een geintje is ook met de korte ei. We gaan nu verder naar de klankgroepenwoorden. Nou, ik heb de categoriekaart er even bij gepakt. Kun je ook eventjes klaarzetten. Dan kun je even meekijken alvast voor zometeen.
Het woord wat ik ga zeggen, dat zeggen jullie na, dus doe maar gewoon met mij mee. Dan gaan we het in klankgroepen hakken en dan schrijf ik het op. En terwijl ik het opschrijf, schrijven jullie ook mee. Dus niet alvast beginnen, dat is nergens voor nodig, want we oefenen nu samen. Oké, het eerste woord. Stiekem. Dus in klankgroepen, stiekem. Klankgroep, stie. Laatste klank, i. Dat is een tweetekenklank. Dus dan schrijf ik het woord zoals ik het hoor. En kum schrijf ik erachter. Daar denken we aan de stomme e. Volgende. Swoensdags. Komma s-woord. Eerste komma, dan de s. Dan gaan we woensdags in klankgroepen hakken. Woensdags. Klankgroep woens. Laatste klank s. Dat is een medeklinker. Dus dan schrijf ik het woord zoals ik het hoor. Makkie, hè? Nou, eigenlijk wel genoeg. Dan gaan we nu naar de werkwoorden. Wat we al weten is hoe we een werkwoord kunnen herkennen in de tegenwoordige tijd of in de verleden tijd. Nou, ik doe dat in mijn klas altijd met de gebaren erbij. Dus als iets in de verleden tijd staat, dan maak je het gebaar van de duimpjes naar achteren. Want het is achter ons geweest. En is het tegenwoordige tijd, dan gaat het om nu. Dus dan doe je je vingers naar beneden. Dat hebben we al eens een keertje geoefend samen. Dus doe mee en dan kun je zien of je het goed hebt gedaan. Oké, de eerste. Jamila date. Is verleden tijd. Ja, denk eens even na. Jamila date. Hoe zeggen we dat in de tegenwoordige tijd? Dus gisteren deed Jamila iets. Vandaag doet ze. Ah, dus Jamila doet. Volgende. Tegenwoordige tijd, verleden tijd, hè? Jullie ruiken. Tegenwoordige tijd. Goed zo. Hoe zeg je dat in de verleden tijd eigenlijk? Jullie roken. Ja. Klinkt wel heel gek. Heeft dus niks met roken te maken, hè? Ruiken. Gisteren roken wij een vieze lucht, bijvoorbeeld. Oké, volgende. Zij vergaten. Verleden tijd. Ja. Hoe zeggen we dat in de tegenwoordige tijd dan? Zij vergeten. Gelukkig ben je dat niet vergeten. De volgende. De hond beet. Verleden tijd. Goed zo. En wat wordt het dan in de tegenwoordige tijd? De hond bijt. Ja, dat is niet zo prettig. Heb ik alles meegemaakt. Gelukkig niet zo erg. Volgende. Zij zitten. Tegenwoordige tijd. Goed zo. En de laatste, Abel en Bram doken. Verleden tijd. Ja, en hoe zeg je dat in de tegenwoordige tijd? Abel en Bram duiken. Ja, ze duiken het zwembad in. Volgens mij houden ze wel van water. We gaan vandaag leren hoe je een nieuwe tijd van een werkwoord kunt herkennen, namelijk de voltooide tijd. De voltooide tijd is dus wat anders dan de verleden tijd en de tegenwoordige tijd. En de voltooide tijd geeft aan dat iets afgelopen is. Het is klaar, voltooid, dus voltooide tijd. Dat is de regel. Dus doen we de regel nog maar even mee. Het is klaar, voltooid, dus voltooide tijd. Ik lees de zinnen even voor. Ik heb buiten gespeeld. Het is klaar, voltooid, dus voltooide tijd.
Wij zijn naar huis gegaan. Het is klaar, voltooid, dus voltooide tijd. Jullie worden naar school gebracht. Was dat maar waar, hè? Het is klaar, voltooid, dus voltooide tijd. De voltooide tijd bestaat uit twee werkwoorden. Nou, daar gaan we even naar kijken. De werkwoorden waaraan je kunt zien dat de zin in de voltooide tijd staat, heb ik hier gekleurd. Nou, ik heb buiten gespeeld, dus aan heb gespeeld kun je zien dat het voltooide tijd is. Dus bij de volgende zin, wij zijn naar huis gegaan. Je kunt dus aan zijn gegaan zien, dat zijn de werkwoorden, dat het voltooide tijd is. En bij de laatste zin, jullie worden naar school gebracht, zie je dus aan worden gebracht, dat het voltooide tijd is. Oké, we gaan verder. Luister goed naar de zin die ik nu voorlees. Dan gaan we kijken of we daar ook de werkwoorden uit kunnen herkennen die de voltooide tijd aangeven. Jamilia heeft bij haar buurmeisje geslapen. Nou, welke werkwoorden uit de voltooide tijd heb je gehoord? Heeft geslapen. Ja, de volgende. Haar buurmeisje is net 9 jaar geworden. Hier zat ook een voltooide tijd in. Aan welke werkwoorden kan je het horen? Ik lees hem nog een keer voor. Luister goed en denk na. Haar buurmeisje is net 9 jaar geworden. Is geworden. Het is klaar. Voltooid, dus voltooide tijd. Als je 9 jaar geworden bent, kan dat niet nog een keer gebeuren. Dat is gedaan. Volgende zin. Hebben ze al wat gedronken? Welke werkwoorden heb je gehoord? Hebben. Gedronken. Het is klaar, voltooid, dus voltooide tijd. Waar moet je nu op letten als je dit gaat spellen? Nou, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Je let op de categoriekaart. Dus bij geslapen denk je aan de klankgroepenkaart, aan de klankgroepenwoorden en natuurlijk ook het voorvoegsel. Maar die kennen we wel. Bij worden, ook weer een klankgroepenwoord. En waar denk je dan aan bij gedronken? Bij de categoriekaart moet je daar denken aan het plankwoord. En het voorvoegsel natuurlijk. Maar dat is grappig. Zien jullie dat ook? Hoe vaak je een voorvoegsel tegenkomt bij de voltooide tijd? Heel vaak. Nu staat hier heel vaak ge. Maar je zult ook zien dat er nog andere voorvoegsels gebruikt worden. Maar daar hebben we het vandaag nog even niet over. De volgende zin, luister goed, de laatste. Ze worden door moeder geroepen. Welke werkwoorden heb je gehoord? Worden en geroepen. Het is klaar, voltooid, dus voltooide tijd. Ik denk aan de categoriekaart. En over de categoriekaart gesproken, het is tijd voor het dicté. Dus ik ga zo het dicté noemen. Ga ik te snel, zet je mij op pauze. Misschien is het slim om mij steeds na elk woordje even op pauze te zetten. Want ik wacht nu niet zo lang. Dus je hebt geen tijd tussendoor om te schrijven, anders wordt het weer een heel lang filmpje. Oké, denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord op en schrijf het nummer van de categorie erboven. Zet een sterretje voor een samenstelling. Het eerste woord. En zeg het maar na, hè. De
serie. Heldhaftig. De stoomtrein. Zij versnellen. Zij stoeien. En het laatste woord. Dankbaar. Nu komt de zin. Ik zeg de zin één keer. En bij het woord zorro en geheel schrijf je het nummer van de categorie erboven. Zorro draagt een geheel zwart kleed. Dat was het dicté. En dan gaan we het nu nakijken. Pak een nakijkpen. Het eerste woord was de serie. Niet serie, hè, wat je op een iPhone hebt of zo. Serie, wat je op tv of op Netflix kan kijken. De serie. Serie. Klankgroepenwoord. Klankgroep C. C, laatste klank. E, lange klank. Neem ik een stukje van de E weg. Heldhaftig. Heldhaftig. Hey, held. Klankgroepenwoord. Geen klankgroepenwoord. Wat denk je? Lange maakwoord. Ik hoor het aan het eind. Dus lange maken. Ik hoor of ik t of de moet schrijven. En het is helden. Dus held met een de. En lange maakwoord heb je de acht bij geschreven. Haftig. Klankgroepenwoord. En het eindigt met een achtervoegsel ug. Ik hoor ug, maar ik schrijf ich. 12. Gaan we naar de volgende. De stoomtrein. Samenstelling. Sterretje ervoor. Eerste woord, stoom. Nou, niks aan de hand. Dat is een hakwoord. Tweede woord, trein. Ook een hakwoord. Staat die op de ei-plaats? Ja, dus korte ei. Gaan we eventjes hier naartoe. Zij versnellen. Voorvoegsel ver. 9. Snellen. Klankgroep sne. Laatste klank e. Korte klank. Dan schrijf ik de l dubbel. Heb je alles nog goed of heb je al een foutje gemaakt? Een foutje maken is niet erg, als je het maar wel verbetert, hè? Want daar leer je van. Zij stoeien. Ai, oi, oei woord. Ik hoor de je, maar ik schrijf de e. En ai, oi, oei woord is 6 uit mijn hoofd, klopt. En de laatste was dankbaar. Plankwoord. Daar mag geen tussen. Weer in 8. Nu gaan we naar de zin alweer. Zorro draagt een geheel zwart kleed. Voor de kinderen die niet weten wie Zorro is, daar heb je hele leuke films van. En Zorro is zo'n gemaskerde man met een zwart masker, een zwarte hoed en een zwarte cape. En hij helpt allemaal mensen die het moeilijk hebben en ja, misschien steelt hij ook wel van de rijken, dat weet ik niet meer zo goed. Toen ik zo jong was als jullie, had ik vroeger ook mijn eigen Zorro verkleedpak. Nou ja, zie je al kleine meester Martin met een Zorro pakje rondlopen? Nou ja, zo ging dat dus. De hele dag door. Zorro. Zorro. Klankgroepenwoord. Klankgroep zo. Laatste klank o. Korte klank. Dan schrijf ik de r dubbel.
draagt een geheel gevoorvoegsel en heel. Hé, hey, wat is daar ook alweer mee aan de hand? Heb je daar ook een regel bij bedacht? Het eeuwwoord. Ik schrijf de E. En dat is de 5. Ik schrijf een 3, maar het moet een 5 zijn. Zwart. Eigenlijk een lange maakwoord, hè? Zwarte, zeggen we. Grappig, een zwart streepje. Kleed. Ook weer een lange maakwoord. En als je kleed te lange maakt, dan krijg je kleden. Dus de. Oké, dat was de zin. En nog even een paar vragen aan jullie. Even een ander kleurtje pakken. Noem de persoonsvorm. Zorro draagt een geheel zwart kleed. Hoe vond je de persoonsvorm ook alweer? Als je de zin vragend maakt, dan staat het werkwoord vooraan van de persoonsvorm. Draagt Zorro een geheel zwart kleed? Draagt is de persoonsvorm. Noem het onderwerp. Wie of wat plus de persoonsvorm, zo vind je het onderwerp. Wie draagt Zorro? Welk woord heb je met een hoofdletter geschreven? Zorro natuurlijk. Waarom? Het is een naam. Ja, het is een naam. En wat staat er aan het eind van de zin? Een punt. Oeh, gelukkig heb ik dat gedaan, dus dat staat er ook. Oké. Kunnen we misschien nog even naar het werkboek kijken? Nou, in het werkboek gaat het natuurlijk ook om de voltooide tijd. Het is klaar, het is af, voltooide tijd. Omdat dat jullie dat goed kunnen herkennen, dus let op het verschil tussen verleden tijd of voltooide tijd. Bijvoorbeeld, het regende de hele dag. Is dat dan verleden tijd of voltooide tijd? En dat is dan verleden tijd, want voltooide tijd, dan zou er moeten staan, het heeft de hele dag geregend. Ja, dan waren het de twee werkwoorden. En bij de laatste zin, hij heeft er uren mee gespeeld, dan zie je dat die zin in de voltooide tijd staat, want heeft gespeeld. Ik ga niet alles uitleggen, want dat mag je zelf lekker doen. En je kunt het zelf je ouders laten nakijken. Of misschien kijk je zelf wel na. Hier moet je de werkwoorden bij elkaar zoeken. Kleur de voltooide tijd. Oh, dus eigenlijk moeten we twee dingen doen. Eerst werkwoorden bij elkaar zoeken. Nou, dat doe ik wel even samen. Dus hij knoeit. Ah, hoort bij hij heeft geknoeid. Dat is niet zo moeilijk. En kleur de voltooide tijd. Dus wat staat dan in de voltooide tijd? Hij knoeit of hij heeft geknoeid. En dit is dan voltooide tijd. Vind je het nog even lastig om aan die voltooide tijd te denken? Pak dan eventjes je klappertje en zoek eventjes op de woordsoorten. En daar staat ook voltooid deelwoord. En daar staan ook nog even een paar voorbeeldzinnetjes, zodat je ziet wat voltooide tijd is. Nou, de rest mag je zelf doen van deze opdracht. En bij deze opdracht zag ik nog een paar woorden die niet helemaal makkelijk te vinden zijn. Dus ik ga ze even opnoemen en dan weet jij wat je straks moet opschrijven. En dan kun jij omcirkelen aan welke klankgroep je dan, of aan welke categorieën je dan moet denken. Dit is niet zo moeilijk. Dit is een hangmat. Dit is het ringetje. Want hij is kleiner dan die andere. Dus goed naar de pijltjes kijken. De standaard. De eentjes. Het biggetje. Grappig en schattig. En de laatste, 1000. Die is niet zo moeilijk. Nou, heel veel succes en ik vind dat we weer hard gewerkt hebben. En we hebben iets nieuws geleerd, de voltooide tijd. Dus daar gaan we morgen mee verder.
En de volgende keer zien we elkaar weer bij les 3. Doei!